Goedemiddag allemaal. Chic dat je er weer zit. Chic dat ik u weer mag zien. Verloren terug op het afgelopen seizoen. En dat is natuurlijk wat ik is uitgelustigheid. Heel geren dan. Eerste moment wat me heel erg bijstaat van het seizoen is het moment van uitroepen natuurlijk. Een van de pereltjes van het prinsenschap. Ik huur het de kanselarijraad, huur het nog tegen me zeggen. Hoe gelustig het, denk eraan. Je hebt een hele sterke geluidsinstallatie. En er is een schoene galm op de markt. Je hebt de komende weken heel heel nuttig. Dus je hoeft niet te schreeuwen, maar laat je wel vooral lekker gaan. Dan wordt het mombakjes van de kop afgetrokken. En dan komt vanuit een tieneke met een oerschreeuw naar boven. Dat is met geen 34 tempeliers is dat te temmen. Onvergetelijk moment, vergeet ze de rest van hun leven niet. Voor ons allemaal komt er ook een moment dat ze neem je de vaste avond kunt vieren wie ze het geren zou willen. Wie chic is het aan om te zien dat er stichtingen en verenigingen zien die met de nuttige seerselen en chique muziek toch de vaste avond bezorgen. Als ze op die momenten binnenkomt, is uw gelustigheid, veuze en zuuze de chariteit en plezier ten top. Fantastisch. Tot de Maastrichter geest niks met leeftijd te maken heeft, dat hebben we er in het seizoen heel dikst maar gezien. Hartstikke chic om bij de luiten maar gekomen die het us geleerd hebben. Vastelavond is faan en voor iedereen. En dan zien we momenten in het seizoen, dan komt dat gewoon heel spontaan, komt dat saamhuurigheidsgevoel komt boven. Prachtig en dat moeten we vooral zo houden. Heel schoon moment. De jeugd heet de toekomst en dat moeten we blijven stimuleren. Dit nachtuikje heeft in ieder geval de sfeer goed te pakken en zet dat door de komende jaren. En Daan, gisteren op bezoek bij de PR-commissie die zijn week voor het uitropen nog met een stalen gezicht heeft voorgelogen. Dat vroeg natuurlijk een revanche en we hebben smakelijk gelachen op dit bezoekje. Weer zo'n absoluut pereltje in het seizoen. Samen met die prinses, door de Ierenhaag van de kachelpiepers en onder het toezien oog van al die illustre voorgangers en die chic geswanjeerde lui opkomen op het prinsenbaal. Onvergetelijk. Volk van Maastricht, verhubben de mag. Tijd om eens 3 dagen door te groeien en alle zorg even te vergeten. Ja, wij kunnen nu zeggen dat er samen met zijn gezin het Mooswief heeft mogen opdraaien. Dat is maar voor heel weinig lui weggelagd. Een ontzettende eer om dat te mogen doen, vergeet ze niets meer. Zaten Hermaniek is zien onlosmakelijk verbonden met onze onvervalste Maastrichter vastelavond. Zeg nu eerlijk, als die geen Hermaniek hier speulen, kan zich ook niet stil blijven staan. En dan de sleting van de vastelavond. Wat een dubbel gevoel is dat. Prachtig om te zien tot 15.000 man het Maastrichts volkslied zingen en meteen erachteraan zo'n goeie hebben we hier nog niet gehad. Dat zingen ze natuurlijk ieder jaar, maar op dat moment voelt zich zowel fysiek en mentaal tot ze met die gezin alles hebt gegeven voor het volk van Maastricht. En zie je dat liedje inzetten, voelt zich de chevrouwen door de mouwen heen komen tot ze die omarmd hebben, juist wie zich dat bij hun hebt gedaan. Magnifiek, dat vergeet ze niet meer. En nu, genoeg gezien, op naar het volgende seizoen, volle gaat!